Het probleem momenteel is het stikstofprobleem. En dat ontstaat hier in de melkveehouderij bijvoorbeeld wanneer urine met mest in contact komt. En eigenlijk moeten we voorkomen dat die urine met mest in contact komt. En daar hebben we de zogenaamde koudtoilet, de koetoilet, voor ontwikkeld. Ja, het idee kwam eigenlijk voorbij van: kunnen we een koe niet leren om op de juiste plek te plassen? En de feiten waren: een koe krijg je niet zindelijk. Maar wat we wel geleerd hebben, is als je een koe raakt net boven het uier, dat is in een zenuw. En als je die zenuw raakt, gaat de koe automatisch vanzelf plassen. Nou, en dat hebben we aan elkaar verbonden en dat hebben we geautomatiseerd. En daarmee voorkomen we in de bron dat die urine met die mest in contact komt. Nou, we zijn hier al 3 jaar mee bezig. Dus eerst begonnen met het zindelijk maken, dat lukte niet. En op een gegeven moment kwam het idee van: als we die toilet precies hangend ophangen en we raken de zenuw, de koe doet een plasje in. Dat was het Eureka-moment. De uitdaging is dat we gecertificeerd zijn, zodat iedereen het mag toepassen als een stikstofreducerende maatregel. Maar deze prijs gaat ons echt een springplank geven, gewoon qua publiciteit. En dit moet gewoon iedereen weten.